Ja, ook driewielers trouwens, want ook een motor met zijspan is en blijft een motor. Minder handig in de file, want je kunt er niet mee tussen de files door. Wel weer wat gezelliger, want het varken op het zijspan heeft goed de ruimte. Een varken op het zijspan? Nou, ik heb zo ooit een klant gehad. Die had een kermisattractie en dan mocht ik een keer een groot varken uitzoeken. Heb ik gedaan. Echt op de motor gezet en die zit er al jaren op. Mijn visitekaartje, hè. Maar varken of geen varken, is er nou veel verschil tussen het solo rijden en het rijden met een zijspan? Dat is helemaal anders rijden dan solo. Dat is dag en nacht verschil. Ik reed eerst 15 jaar solo en toen ik voor de eerste keer op mijn zijspan reed, moest ik het helemaal opnieuw leren. Het is helemaal anders, de bochtentechniek is helemaal anders. En ja, het is wel leuker, vind ik. En het beschermen van het schitterend getatoeëerde velletje door middel van goede motorkleding is vast een eerste vereiste. Is heel belangrijk. Niettemin doe ik er niet meer mee. Gewoon wat ik nou aan heb, zo kruip ik ook om. Ja, ik doe mijn jas aan. Maar nee, ik pas me niet aan op de motor qua kleren. Nee. Ja, mijn zijspan ben ik toch wel iets vaster op de weg. Ik bedoel, het is niet net als een solo. Solo is al een meer kennig gebeuren natuurlijk als ik een keer tegen hem aan rijden. Maar mijn zijspan, ja, je wordt niet vaak niet over het hoofd gezien. Ik hoef niet zo nodig helemaal het leren jasje en leren handschoenen. Helemaal dichte helm op en zo. Nee, ik trek mijn jas aan en mijn hesje en mijn potje en ik rij aan. Alleen bleek bij het maken van de opnames dat niet iedereen daar even blij mee is. Want onderweg kwamen we een oude bekende tegen. Hey Andries, hoe is ie? Je gaat zorgen dat je minimaal de goede helm hier krijgt en dan verder rijden. Hier, nu. Het is een beetje vervelend voor hun, want hun wil ook verder. Ja, goed, dan misschien rij je... Altijd een beetje overdreven. Nee, dat is niet overdreven. Dat vind ik wel. Ik ken beter die mensen die met een R1 300 over de weg kreeg. Die kennen veel beter van ja, de weg. We gaan weer een feit praten over anderen, hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. We moeten altijd bij onszelf beginnen, hoe dat... Ja, dat klopt. Goed. Ik ben niet zo kwetsbaar als een solo. Goed, maar meen zien ze toch wel. En ik zie ook al dat ik gezien word. Ja, dus. Maar net die andere partij die net niet goed oplet, die kan het ook veroorzaken. Ja, want dan let ik zelf wel Maar toch, niet verder rijden voordat je minimaal de helm hebt. Ja, en daar sta je dan. Andries laat nog even zien dat aan de binnenkant van de helm staat dat deze alleen voor, ja, zeg maar showdoeleinden is en geen bescherming biedt in geval van een aanrijding of ander ongeval. In de tussentijd haalt een van de maten een goedgekeurde helm op en kunnen we verder met de opnames. Ik dacht toen ik een jaar of 23 was, toen stond ik eigenlijk al op het punt om een Harley te kopen. Maar toen werd mijn oudste zoon geboren, dus die Harley kon ik vergeten. Dus heb ik hem maar Harley genoemd. En toen had het nog 12 jaar geduurd voordat ik echt een Harley kon kopen. Ja. Maar dat was dat ding uit 1940. Dus dat was te oud. Dat was meer een museumstuk. Dus die hebben we toen ook weer verkocht. En nou, dan heb ik sinds 40 jaar heb ik gewoon een andere gekocht. Een moderne. In het rubbel. Gewoon rijden met die hap. Rijden met die hap. Ja, en daar zijn die dingen uiteindelijk ook voor bedoeld. Maar waarom dan uitgerekend zo'n Amerikaanse motor en niet bijvoorbeeld een Japanner of een Duitser? Je koopt een motor met verouderde techniek. Twee keer zo duur als wat hij eigenlijk waard is. Altijd gedonden mee. Waarom willen mensen zo'n motorfiets hebben? Wat zijn er voor types? De techniek is de laatste 10 jaar, mag je wel zeggen, zo up-to-date geraakt. Dat ze zich kunnen meten met ieder ander motormerk. Kwalitatief ook. En ja, het blijft natuurlijk een stuk passie wat je koopt. Hè. Je koopt geen rationaliteit, je koopt passie. Dat is ook weer zo'n marketingterm, passie. Maar wat is dat dan, die passie? De passie, dat is de hele levensstijl die er omheen gebouwd is door de jaren heen. Ja, het zijn allemaal liefhebbers van luchtgekoelde V-twins. En als je ziet wat er allemaal georganiseerd wordt in Europa en ook lokaal, dat is zoveel dat het gewoon ook een beleving is. Het is niet een motorfiets kopen, maar je koopt eigenlijk een beleving met eraan vaste motorfiets.